Hallo, ik ben Rutger en dit is mijn meest ongemakkelijke, gênante video ooit. Normaal gesproken zeg ik, blijf vooral kijken, maar in dit geval heb ik eigenlijk liever dat je nu gewoon wegklikt. Nee? Nou ja, in dat geval doe dan maar een duimpje omhoog. Dan gaan we nu naar de intro en daarna... This Thursday, donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Goed, waar moet ik beginnen? Ik had het van de week al een beetje opgeschreven, maar nu ik dit zo teruglees, slaat dit echt helemaal nergens op. En is het veel te ongemakkelijk om dit zo te vertellen, dus ik ga het gewoon maar zo uit mijn hoofd vertellen, want... Oké, nou, Apple heeft van de week iOS 8 uitgebracht. Het nieuwe besturingssysteem voor op je iPhone, iPad, iPod Touch, je weet wel. Echt super leuk, al die nieuwe functies die je nooit zal gebruiken. En een van de nieuwe functies is dat je via je spraak tekst kan invoeren. En dat werkt dan als volgt. Je hebt nu op je toetsenbord naast de spatiebalk een microfoontje. En als je daarop drukt, dan zal hij deze tekst typen. Ja, zie je, daar staat hier nu, dan zal hij deze tekst typen. Echt zo handig. Ik zie mezelf dit echt wel in een overvolle trein of metro of in de bus gebruiken. Nou, en toen was ik daar dus gewoon een uur mee aan het kloten. Ik was iedereen gewoon aan het whatsappen via mijn stem. Echt super leuk en het werkte gewoon goed. Toen dacht ik... Dit wordt echt heel... Toen dacht ik dus, wat zou er gebeuren als je iets anders doet dan praten? En nou ja... Don't judge me for this, maar toen dacht ik dus... Wat zou er gebeuren als ik die microfoon aanzet en er een scheet in laat? Nou, en toen deed ik dat dus. Ja, oké. En tot mijn grote verbazing komt er dan hahaha te staan. Dus er is blijkbaar iemand bij Apple die het zo heeft geprogrammeerd dat als iemand een scheet laat bij die functie, dat er dan dat komt te staan. En ja, ik hoor je nu al denken van, Rutger, ik geloof het niet. En ik zal het dus inderdaad ook moeten gaan bewijzen. Maar dan komen we bij het volgende probleem. Ik vind het echt super kut al om bijvoorbeeld bij openbare toiletten naar de wc te gaan. Als je zeg maar, zeker als je zo'n niet, een beetje half open hokjes hebt, zeg maar, dat er onder een stuk weg is, dat het niet echt een muur is, maar meer zo'n schot. Nou, ik vind dat super kut als iemand het zeg maar hoort ofzo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ja, dat is gewoon iets wat ik niet fijn vind. Dus laat staan dat ik op mijn eigen YouTube kanaal, waar jullie naar kijken, een scheet ga laten in mijn iPhone. Dat is... Maar ik wil het echt heel graag bewijzen dat dit kan, want ik ben zo blij dat ik dit ontdekt heb. Dus er is maar één manier om het te bewijzen. En dat is om nu gewoon maar op camera een scheet te gaan laten in mijn iPhone. Rutger, wat een geweldig idee. Oké, ik zet deze even iets lager. Zo. Nou, ik denk dat jullie het dan zo wel kunnen zien. Oh ja, en trouwens... Voordat je me gaat oordelen, ik heb net even opgezocht en het blijkt dus dat mensen gemiddeld 10 tot 25 scheets per dag laten. En als je nagaat hoeveel uur video ik op YouTube heb staan, dan is het eigenlijk best wel raar dat ik nog nooit een scheet in een video heb gelaten. Want dat klopt gewoon niet. Want ja, statistisch misschien zou ik al lang een scheet gelaten moeten hebben. Dus, don't judge me. Ofwel. Oh, probleem. Ik hoef helemaal geen scheet te laten nu. Hoe kan je de scheet opwekken? Misschien springen. Scheten! Scheten! Oh. Shit, ik hoef echt geen scheet te laten. Hoe kan ik dit opwekken? Even googlen. Scheet opwekken. Hij staat van bij suggesties. Oké. Oh, dit gaat over dat iemand geen scheet... Hij voelt dat hij een scheet moet laten, maar het lukt niet. Nee, dat is niet het geval. Oh, ik ga gewoon maar heel hard proberen ofzo. Ik moet echt niet. Maar dan ga ik maar lunchen. En we wait. Nou, het is inmiddels een half uur later en het blijkt maar weer, ik laat mij scheten, want ik hoef niet. Oh, het lijkt wel een bevalling, jongens. Oké, volgens mij gaat het nu lukken. Maar het erge is nu dus, elke keer als ik hahaha zie staan op Twitter, WhatsApp, maakt niet uit waar... Moet ik hier aan denken en denk ik dat diegene dit dus net heeft gedaan. Ik ben echt verpest voor het leven nu. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat Apple zelf van deze geweldige functie vindt. Dus ik ga ze maar even bellen. Voor ondersteuning voor een iPhone kies 1. Nee. iPad kies 2. Nee. Voor ondersteuning voor een iPod kies 3. Nee. Voor ondersteuning voor een computer kies 4. Nee, ik zoek ondersteuning voor als je een scheet laat in je iPhone. De schattenwachttijd voor de eerstvolgende Apple Advisor is maximaal 10 minuten. 10 minuten? Nou, ik vraag me af wat langer gaat duren. Het opwekken van die scheet van net. Of iemand van Apple aan de telefoon krijgen. Applecare, goedemiddag. Hallo, je spreekt met Rutger Vink. In iOS 8 zit dus nu zo'n Nederlandse dicteerfunctie. Weet je, dat je dus je tekst kan invoeren via je stem. Maar als je dus een scheet laat, dan komt er hahaha te staan. En het is zelfs zo, hoe langer je scheet is, hoe meer hahaha's erachter komen. En ik vroeg me af waarom dat er eigenlijk in zit. Nee? Ja. Dat is wel een heel rare optie. Ja. Ja, dat is wel heel apart. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, dat zal wel, dat zal je dan denk ik wel zo ongeveer herkennen. Ja, nou ja, ik zou zeggen probeer het zelf na het werk is. Het is best grappig. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, dat is wel grappig inderdaad, ja. Ja. Nou, bedankt voor het bellen, dat wil ik zeggen. Jo, graag gedaan. Ja hoor. Doei. Dag. Nou, ze wisten er zelf blijkbaar niks van, maar volgens mij was hij heel erg blij dat ik het hem verteld heb. En volgens mij gaat hij het na het werk ook gewoon lekker doen. Haha, ha, ha, ha. Dat was het voor deze week. Ik ben blij dat het eruit is. Ho, nee, of haha in dit geval. Maar ik hoop dat je de video, ondanks dat hij een beetje raar, een beetje vies was, toch leuk vond. Ik had dit ontdekt en ik moest het gewoon delen. Ik dacht, ik heb eindelijk iets uitgevonden. Eindelijk. Dus als je de video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En laat in de reactie jouw topscore haha achter. Dus ik doe zo lang mogelijk een hahaha in de reactie. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week is er op donderdag natuurlijk gewoon weer een nieuwe video om 12:30. Dus tot dan. Doei! Hallo, ik ben Rutger en vandaag is het tijd om eens voor onszelf op te komen.